Ze zeggen wel eens, voetballers, die moet je zien voetballen, daar moet je niet mee praten. Zangers moet je laten zingen en acteurs, die moet je laten spelen, die moet je niet interviewen. En daar zit eigenlijk wat in, want je hebt altijd het gevoel als je een acteur of een actrice aan tafel krijgt, daar ontbreekt iets. Tenzij je het op een hele bijzondere manier doet. En dat gaan we voor de eerste keer eens een keer proberen. En we doen het met een hele bijzondere actrice. Elke zondagavond kunt u haar zien in het NOS-programma Klokhuis, dat vanaf begin april elke dag gaat worden uitgezonden. Daarom is het heel belangrijk. Als een soort sesamstraat voor de oudere kinderen, dat Klokhuis. Reden genoeg voor een nadere kennismaking met de actrice die op dit moment nog altijd in heel veel bioscopen te zien is in de film Hector, in een hoofdrol naast Urbanus. Hey, kom Hector! Nee, die is afgelopen. Is Fredje dank voor alles wat die jongen graag voor jou gedaan heeft? Dat is een klote gedaan, is zeker. Je wilde hem terugsturen als we hem niet meer nodig hebben. Wel, als je het mij vraagt, we hebben hem niet meer nodig. Doe nu niet schandalig, hè. Het was uw eigen idee om van die zot te profiteren. Daar is ze, de onstuitbare, onweerstaanbare Sylvia Millekamp. Ik speel even oom Adriaan. Wat wil je drinken? Ik heb rode wijn, witte wijn en water. Moet ik daaruit kiezen? Nou ja, je kan ook iets anders bestellen misschien. Als iets je wat bij mijn jurkje past misschien. Een long drink dus. Wat dacht je van een herringwall banger met een beetje Singapore sling? Is dat wel iets voor je? Ja? Was die film, hij komt eraan je drankje zo, ja. Was die film met Urbanus, was dat je eerste? Ik heb meteen na de opname van de film met Urbanus heb ik een Nederlandse speelfilm opgenomen en die komt binnenkort in de bioscoop.